onze allereerste echte studio-opname. Dat was natuurlijk wel spannend om te doen, want dat hadden we natuurlijk nog nooit gedaan. Guus en Wouter zijn de producers. En, ja, Wouter zit veel aan de computer. De eerste take die we gaan doen is louter technisch. Dus we gaan hier gewoon wat aan dingen draaien, zingen zoals je het gewoon bent. Nu is het gedaan. En dan hadden we ons bezig met het schrijven van medeliers. Ik had zo nog iets liggen van thuis. Goed. Teleurgesteld. En van waar heb je dan de inspiratie gehad voor teleurgesteld? Er zitten zo redelijk wat dingen in van... ik wil al heel mijn leven vechten tegen de Gentse kathedraal. Dat gaat niet. Maar het is wel mooi uitgeschreven. Dank je. Had een toon is altijd dik in orde. Ik heb hier ook mijn super hyper moderne. Hoe noemen ze dat eigenlijk? Ja, hoe noemen ze dat eigenlijk? Ik vind die piano mijn bekken schraal. Die is ook schraal. Kijk, hoe het daar zo is. Ton, 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 ton. Oh my god, ik kom echt niet uit op zijn iPod staan. Mannen, Thomas, je hebt de eer om alleen te beginnen. Oké, okay? Goed gedacht. Ja, oké. Okay. Dus rustig in het begin alleen. Oké, okay, we gaan dat eens doen. En een tweede keer mogen jij mee. Om een nieuw nummer te schrijven heeft meestal wel iemand thuis een idee gehad en dat opgeschreven, uitgeschreven voor iedereen. En dan kunnen we dat eens op een repetitie proberen. En gitaar! Ik ben al heel, heel, oh, tegen de Gentse kathedraal. Ik wil al heel mijn leven vliegen, achter alle vogels aan. Het hangt er eigenlijk een beetje vanaf of dat we eerst de muziek of de tekst doen. En dan voegen we dat meestal gewoon samen, zo'n creatie tussen van alles, van iedereen. Het is heel belangrijk om zelf nummers te schrijven, want ja, dan heb je toch een eigen creatie. En is dat is je eigen muziek toch wel, maar dat je hem kunt voortgooien. Is klaar, eigenlijk zou dat nog wel leuk zijn, moesten ze echt een tourbus hebben. Hè? Zo. Zeg, is dat niet goed genoeg? Jawel, jawel, maar dan zo... Ja, dat is waar. Zo'n... Ja, Amerikaanse tourbus. Ja, zo'n hele bus. Dat zou echt wel zot zijn, zo overal uw pet kunnen meenemen. En de PlayStation. Ja, maar nog belangrijker, een goed afzuigsysteem voor op het wc, want Thomas die kan er wat van. Op tak een zwembad. Inderdaad, maar op tak. Ja. Met een heel terras en een bar. Ja, zo, en een bar, echt zo'n... Oh, zo. My. Ja, ja. Zo repetitie. Dat is allemaal van die Greten. Die, ja, die de cocktails maken. Ja. In bikini. Echt een bangelijk idee. Greten op onze bus in bikini. Of zonder bikini, dat mag ook. Ja, dat is nog een beter idee. Zo werkt dus het vieze brein van Thomas. In onze tourbus moeten we zeker een goede afwasmachine hebben. De afwas moet ook gedaan worden. Al je Jasper dan. Belangrijk. Ik haat echt afwassen. Gelukkig is de Jasper daar keigoed in. You gotta fight! In een prettige afwasbeurt eindigde in een douche. Het is waar als je op die basgitaar wel ik vond dat altijd al een heel cool instrument. Ik vond dat zoiets anders, want
Iedereen altijd, oh, ik wil gitaar spelen of ik wil drum spelen. Deze gitaar, daar ben ik naar Junior Eurosong gegaan. Daar heb ik op gespeeld toen. En op deze gitaar speel ik The Bandits. Een leuke gitaar met een band van de Beatles. Ik drum al van mijn 3 jaar. Toen heb ik aan Sinterklaas mijn eerste drumstel gevraagd. Zo'n klein speelgoedmodel. En toen ben ik als een bezetene beginnen drummen eigenlijk. Ik vond dat zo plezant, omdat ik me daar helemaal in kan laten. Toen ik 8 jaar was, had ik aan de Sint een gitaartje gevraagd. En vanaf toen is het eigenlijk begonnen. Dan heb ik ook nog nu een Bandits. We hebben een nieuwe gekocht, een hele goede. Ik vind die goed, omdat die zo een heel warme klank heeft en zo. Elke dag proef ik daar nog wel wat op, want je moet ook, ik pak ook nog les en daar moet je natuurlijk ook voor oefenen. Ik doe nu ook al 6 jaar notenleer in het conservatorium. En de laatste 3 jaar heb ik er nog piano bij gedaan. En hier staan de keyboards waarmee we bij Bandits ook spelen. En dit is mijn elektronische drum. Dat is eigenlijk heel handig voor als we hier gaan opnemen in de studio. Omdat je hebt niet veel micro's nodig. Gewoon 1 stekker en dat zit erin. En je kunt daar heel toffe klankjes mee zetten. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. De avond voor Pennezakker ook zijn we met z'n allen in een bungalow blijven slapen. Wipzaal. Mooie dekentjes. Ja, hier gaan we goed slapen. We hebben ook altijd onze eigen professionele beddentester bij. Zal eens even checken. Ja, ça va. Als een team het goed vindt. Ja, ça va. Nee. Ja, de team die neemt dat echt heel serieus. Ik zeg altijd, een goed bed is belangrijk voor een goede nachtrust. TV kijken is natuurlijk ook altijd goed voor de nachtrust, vooral als Lien van de Kelder op de tv is. Lien, als je dit ziet, we houden van je. Pennezakker ook veel trouwens samen met de verjaardag van Wouter. En jij ging voor de versiering zorgen. En die toeters, Maar dat is juist het grappige, die kan niet goed opstaan. Dus als wij binnenkomen, zijn ochtend... Maar ja, dan moeten wij zien dat we eerder voor hem wakker zijn. Hè? Tuurlijk, wij gaan sowieso vroeger. Ik wou slingers gaan kopen, maar dat was een probleem. Dat zijn zakjes. Dat zijn geen slingertjes, Jasper. Oké, we hebben toch al dit. We hebben toch dit al. Die gaat echt verschieten worden. Toon die kan moeilijk opstaan 's ochtends. Dus zijn we een beetje gaan helpen. Zot. Kerel, ik was kweet niet wat je geschrokken toen. Hoe kun jij zo wakker zijn eigenlijk? Oh. Op amper 5 minuten tijd. Ik ga dat nog wel eens terugkrijgen, joh. Weet je, ik kom morgen gewoon naar je slaapkamer met een drum. Ik wil eens zien hoe dat jij reageert. We gaan dus Wouter verrassen op zijn verjaardag met toeters en zakjes. Als hij ooit uit een douche komt, tenminste. Mijn moeder zit zelfs zo lang niet in de badkamer. Happy birthday to you! Ik heb heel veel lege zakjes gekregen. Yeah!
Bijnazakkerhoek, dat is echt zo'n keigroot festival. Dat is echt cool. Dat strand was ook echt gigantisch. En straks staat het dan vol met mensen die naar ons gaan kijken. Oh, come on, give me some. I need to be a fan. Make me dance, make me move. Come on, everyone. Plug it in and turn it on. Massaal veel foto's nodig. Ja, als je met zo'n blinde apen op de set staat, moet je toch wel moeite doen om er één goeie uit te krijgen. Hè?